Tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax werd de stad voor een groot deel drooggelegd. Bij de entree van het bevrijdingsfestival werden bezoekers tot op het bot gefouilleerd. De Dance Parade gaat dit jaar niet door, bezweken onder de strenge veiligheidseisen. En als klap op de vuurpijl werden demonstranten tijdens de 1 mei-demonstratie op een harde manier uiteengeslagen. Volgens veel mensen is de grens bereikt. GroenLinks opende de website politieknuppel.nl, waar burgers hun beklag kunnen doen over buitensporig politieoptreden. Veel burgers deden dat, veelal anoniem. Ook Isolde van Overbeek deed dit. Ze kreeg klappen van de politie tijdens de 1 mei-demonstratie. En van angst plaste ze in haar broek. Net als ik vroeger een pak slaag van mijn vader kreeg, dan pieste ik ook in mijn broek. En nu gebeurde dat weer. En dat gebeurt dan gewoon. En dat zagen ze op een gegeven moment, die natte plek in mijn broek. En toen werd ik dus ook uitgelachen van, ze heeft in haar broek geplast. En toen werd ik in het busje gegooid. En toen moest ik ook huilen van alle vernedering en ook van verbijstering en woede. En nu worden er dus hoorzittingen gehouden op initiatief van GroenLinks en de SP. Er zijn heel veel klachten uit de samenleving gekomen over dat zero tolerance beleid. En wat we willen is dat nu eigenlijk de politiek daar kennis van kan nemen. Dus we nodigen organisatoren van evenementen nodigen we uit. Horecaondernemers, mensen die zelf met de politie geweld te maken hebben gehad. Ook politievakbonden om te vertellen hoe zij er tegenaan kijken. Het gemor gaat door. Wat is de juiste aanpak? Hoe te handelen bij grote evenementen? Isolde van Overbeek zal een van de sprekers zijn tijdens de hoorzitting volgende week. De politie was toch al niet mijn beste vriend, maar na wat er op 1 mei is gebeurd, vind ik het echt beneden alle peil.